Een flinke ravage dinsdagnacht aan de Wielewaal in Geldrop. Bij een ongeval kwam een scooterrijder om het leven. Het slachtoffer stak bij een oversteekplaats de weg over. Een autochauffeur zag de scooterrijder over het hoofd. Door de klap overleed het slachtoffer meteen. De politie is bezig met een onderzoek. De weg werd tijdelijk afgesloten. De bestuurder van de auto raakte niet gewond. Wel is hij aangehouden als verdachte.